De medewerkers van Surpost hebben ook recht op koopkrachtversterking die de regering aan alle landsdienaren uitbetaalt. Dit zegt Walter Uiterloo, secretaris van de bond van de organisatie. Het personeel heeft gisteren een protestactie gehouden bij onder andere het kabinet van de vicepresident. Zij wilden zo hun misnoegen kenbaar maken over het ontberen van de koopkrachtversterking. Uiterloo zegt verder dat de directeur van Surpost, John Power, heeft aangegeven dat de medewerkers geen aanspraak maken op een koopkrachtversterking omdat zij geen landsdienaren zijn. Volgens Uiterloo valt Surpost onder het ministerie van Financiën en is dus wel onderdeel van de overheid. De vicepresident was gisteren tijdens de protestactie niet aanwezig. Maar hij heeft de directeur van zijn kabinet gevraagd om het personeel en de bond te ontvangen. Hetgeen de directeur ook correct heeft gedaan. Ze heeft de grieven van het personeel aangehoord. En de afspraak is gisteren geweest om vandaag wat relevante stukken te overhandigen. Via haar naar de vicepresident toe om de regering ervan te overtuigen dat de eis van het surpluspersoneel rechtvaardig is en dat de koopkrachtversterkingstoelage hen rechtens toekomt. En is het kijken dat het wordt betaald? Ja, we kijken er naar uit. Wij weten dat wij als onderdeel van de overheid, trouwens lijkt het duidelijk maken hoor, de gemeenschap dient te weten dat de totale overheidssector de koopkrachtversterkingstoelage reeds heeft gehad. Zelfs de particuliere sector, en ik denk hier aan de particuliere ziekenhuizen, die ook in actie zijn gekomen en het hebben gehad. En het is dus frappant dat tot de dag van vandaag, tweede week januari 2018, het surpluspersoneel toch nog steeds niet heeft kunnen ontvangen. Dat is wel frappant. Volgens penningmeester Carla Doulam heeft de directie in feite al een deel van de maatregelen van de overheid uitgevoerd. Zij merkt echter dat de directeur niet open staat voor dialoog. We hebben het tweede tranche al gehad van de koopkrachtversterkende maatregelen. Dat is de koerscompensatie en die belastingheffingkorting. Die hebben we ook al gehad, dus we moeten de derde tranche krijgen. Dus vandaar dat we vechten daarvoor. Ik gaf het net aan, vechten ervoor. Moest het eigenlijk zo gebeuren? Nou, het moet niet zo, maar de directeur blijft persisteren dat hij het niet uitbetaalt. Dus dan moeten we ergens onze uitweg zoeken. Dus we zijn naar de VP gestapt om daar een oplossing te zoeken. Dag, deze vraag. Hoe is de verstandhouding met de directeur, met de directie, bonddirectie? Is het een goede verstandhouding? Nou, niet geweldig hoor. Hij doet altijd moeilijk als het met uitbetalingen gaat. Altijd doet hij moeilijk. Ja. Het is niet zo vreemd dus. Niet zo fijn. Misschien kan ik hier wat aan bijvoegen. Aansluiten op wat de penningmeester daarnet zei. De verstandhoudingen zijn niet zo best in de zin dat het eigenlijk niet kan en mag dat de directeur die predikt dat de bond niet zijn vijand is, maar gesprekspartner, het toch presteert om constant dezelfde bond naar de bemiddelingsraad te schrijven wanneer het gaat om arbeidsvoorwaarden, geschillen omtrent arbeidsvoorwaarden. En in deze heeft hij het toch geprobeerd, of althans heeft het gedaan, om de bond weer te slepen naar de bemiddelingsraad, terwijl het helemaal niks te maken heeft met een actie die betrekking heeft op arbeidsvoorwaarden. Het is gewoon een actie van de overheid en dan kan je ons als goede partner niet slepen naar de bemiddelingsraad. Walter Uiterloo en Carla Doulam, respectievelijk secretaris en penningmeester van de bond bij Surpost. De medewerkers van dit bedrijf zijn momenteel in een strijd verwikkeld met de directie voor de uitbetaling van de koopkrachtversterking die de regering aan alle landsdienaren heeft toegekend.